Ja, Marlies. Fijn dat je mij wil helpen. We gaan een testje doen. We gaan bij zoveel mogelijk mensen hier aan boord gaan we afnemen de lengte van de wijsvinger en de lengte van de ringvinger. En dat moet heel precies gemeten worden. Dat gaat hier vanaf het onderste vouw, zou ik maar zeggen. En daar ook vanaf de onderste vouw en dan meten we precies die lengte. Ik heb dit kleine apparaatje hier vanmorgen voor ad hoc geconstrueerd. Dan kan ik hem dus zo indoen en dan kan ik de lengte zo meten. En dan wou ik jou vragen of jij dan die lengte van iedere persoon, de lengte van de wijsvinger en van de ringvinger wilt noteren. Die zeg ik dan. En dan ga ik straks de verhouding tussen die beide vingers berekenen. En dan is het zo, een heleboel onderzoek nu naar gedaan, waar het blijkt dat die verhouding tussen wijs en ringvinger zegt iets over de mate van waarin mensen een mannelijk dan wel een vrouwelijke brein eigenlijk hebben. En hoe langer de wijsvinger is ten opzichte van de ringvinger. Ja, we zullen zo bij jou precies even meten. Ja. Mensen kijken direct naar je hand als je dat vertelt. Maar hoe langer die wijsvinger is, hoe vrouwelijker iemand is. Ja. En hoe korter die wijsvinger is ten opzichte van de ringvinger, hoe mannelijker iemand is. We gaan gewoon de volgende stap. Zou ik jou even mogen storen? Ja hoor. Nou, als je handen niet te nat zijn, dan... Oké. Okay. Hey, ik wil graag even een paar metingen doen aan jouw hand, aan je rechterhand. En dan gaat het om de wijsvinger, om de ringvinger. Als je de wijsvinger even hier... Nee, de andere kant. Zo erin legt. Dan pak ik mijn naaldje. Dan kijken we even naar de lengte. Is 70. Dan gaan we nu naar de middelvinger. Even kijken waar de vouw precies zit. Dat is een beetje moeilijk bij jou. Oh, sorry. Het zit wel op een schip natuurlijk. Hè? Die is... Dat is een lastige meter. 72. 71. Ja. Oké. Okay. Ga je in de echte een mooi meetbare hand, moet ik zeggen. Ja, dat is niet altijd even gemakkelijk. Die worstenvingertjes van mij. Ja, precies. Dat is een beetje die van jezelf. Jouw de lengte van je vingers opnemen. Niks engs hoor. 81. En je lengte? 60. Ja. Ja. U bent de kapitein, hè? Ik ben de kapitein. Juist, de baas op het schip. Ja. Ik wou graag even ook bij u, samen met Marlies, uw vingers gaan meten. We zijn bij elkaar gekomen om de uitslag te vernemen van de test wie de meest mannelijke man is, de meest vrouwelijke man, de meest mannelijke vrouw en de meest vrouwelijke vrouw. Vier categorieën, uitslagen, waarvan Bram zo meteen jullie zal uitleggen wat de betekenis ervan is. Maar we beginnen met de uitslag. Bram. Ja. Dus even meteen de uitslag doen voor we gaan uitslag. Uitleggen. Wie is... Afgaande op de vingers. Afgaande op de vingers. De meest mannelijke man is... Bert. Bert. Bert, kom hier. Ik wil graag iedereen die de uitslag heeft even hier bij elkaar krijgen. Ja. De meest mannelijke man. Sorry. Op de linker. Laat even je hand zien. We lijken nog een beetje op elkaar. Ja, kijk. Oké. Okay. De meest vrouwelijke man. Frits. Frits. De meest vrouwelijke vrouw. Dat was een close finish. Het ging tussen Esther en Marlies. Maar het is uiteindelijk Marlies geworden. Oh. Ja. Hey. Mijn assistent. Nou, daar de meest vrouwelijke vrouw. Nou, en nu ook een hele spannende natuurlijk. De meest mannelijke vrouw. De verrassing van de avond. Petra. Ja. Ja. Nou, dat is Het betekent dat in de baarmoeder, als het kind in de baarmoeder zit, dan kunnen daar mannelijke en vrouwelijke hormonen een rol spelen. En als er veel mannelijke hormonen zijn ten opzichte van de vrouwelijke, dan krijg je een kortere wijsvinger ten opzichte van je ringvinger. En als je vrouwelijker wordt, dan krijg je een lange wijsvinger ten opzichte van je ringvinger. Dat is dus een heel indirecte aanwijzing van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ja. Maar is het vervelend om een mannelijke vrouw te zijn? Wat is daar dan? Wat tekent zo iemand? Nou, elk voordeel heeft zijn nadeel, elk nadeel heeft zijn voordeel. Meer mannelijke mannen of meer mannelijke vrouwen hebben wat meer muzikaal talent bijvoorbeeld, zijn wat beter in sport, zullen als financiële zaken
de financiële zaken ook wat beter doen. Maar, meer mannelijkheid kan ook gepaard gaan met licht autistische neigingen. En wat is autisme? Is een onvermogen in anderen te verplaatsen. En meer vrouwelijkheid gaat juist meer gepaard met het vermogen in anderen te plaatsen. Meer empathie en dergelijke. Dus, okay, dus nou dat portret van ja. Petra is duidelijk. Even naar Bert. Wat betekent de meest mannelijke man? Nou, het is een hele aardige man natuurlijk. Maar dat betekent het niet. Nou, het is maar één factor natuurlijk, hè, die vinderratio. Maar het kan erop wijzen dat Bert in de sfeer van bijvoorbeeld numerieke intelligentie, zoals we dat noemen. Dat is dus waar je in cijfers kunt denken, wiskundig inzicht hebt, het goed doet. Een muzikaal talent mogelijkerwijs. En een technisch talent mogelijkerwijs. Nee? Nou, technisch talent wel, want hij is geluidsman van daarom, de Beagle. Dus kijk, zeker en dat geluid, dat is een heel goed voorbeeld. Want dat technische kant, dat hangt echt samen met die mannelijke vingerratio. Ja. Deze uitkomsten spelen een rol bij de partnerkeuze. Dus wat betekent dat voor de meest mannelijke man? Dat hij het in de competitie met andere mannen heel goed doet. Kijk, maar hij is al heel lang getrouwd. Hè? Mannen hebben hun hele loop van de evolutie door met elkaar moeten strijden om de gunsten van vrouwen. En moeten strijden om elkaar te overtreffen. En daardoor zie je ook dat die vingerratio bij mannen samenhangt met allerlei eigenschappen, waardoor je als man positieve indruk kunt maken op vrouwen en andere mannen kunt verslaan. Dus muzikaliteit, numerieke intelligentie, sportieve prestaties, financieel succes. Maar de andere kant ervan is dat één strategie van mannen kan zijn juist het ontwikkelen van je vrouwelijke kant. En dat gebeurt niet bewust, dat gebeurt gewoon als een onbewust proces. Het ontwikkelen van je vrouwelijke kant. En die vrouwelijke kant, en dat weten we nou steeds meer onderzoek, is juist heel belangrijk als je bijvoorbeeld leiding moet geven aan een groot bedrijf. Nou ja, Frits is de meest vrouwelijke man. Ja. Wat is daar dan het voordeel van, of het nadeel, mag je ook zeggen, vragen? Zeg eens wat. Nou, kijk, ik denk dat je dan makkelijker mensen aan je kunt binden. Okay. Meer empathie hebt voor wat er mensen voelen. En daardoor meer op kunt treden. Zodat andere gewoon mensen zich prettig in hun werk voelen. Het gevoel hebben dat ze zich thuis voelen in de organisatie. En dat is natuurlijk heel essentieel. Hele mannelijke mannen in organisaties, dat zijn de mannen die wel omhoog gaan naar de top. Maar allerlei mensen een spoor achter zich laten van menselijke vernielingen. En juist een meer vrouwelijke strategie kan juist heel goed zijn. Mag ik? Ja, doorgestoken kaart. Nee, dat is drie minuten. Ja, het is ook lang. Maar je moet het binnen. Geef deze. What's it mean? Ja, ja. Ja, dit.